Hoi allemaal. In verschillende afleveringen op kanaal 8.3 heeft u informatie van ons gehad over de bouw van het Wanika ziekenhuis. In deze aflevering gaan wij ook informatie aan u verschaffen. We praten met de heer Van Genderen die ons gaat vertellen over de Cubaanse artsen die naar hier te komen voor dit ziekenhuis. Meneer Van Genderen, hoe staat het nu met de bouw van het ziekenhuis? Zoals je ziet is de bouw in volle gang. Men is nu op schema en men hoopt het eigenlijk af te ronden in september als alles goed afloopt. September 2019? Natuurlijk, dit jaar. Nou weten we dat bij een ziekenhuis artsen horen. Hoe zal dit proces eruit zien? Nou, we hadden laatst de Cubaanse minister van Volksgezondheid op bezoek. En hij is met een heel mooi voorstel gekomen. Ze hebben als voorbeeld dat project van Qatar gebruikt. Dat is een land in het Midden-Oosten. Waar Cuba dus een overeenkomst heeft gesloten met artsen van Cuba zelf. En die daar werken. En ze hebben een presentatie daarover gegeven. En ze zijn echt wel bereid om dat ook hier te implementeren. En de minister van Volksgezondheid natuurlijk. Die heeft als doel het leveren van betaalbare en kwaliteitszorg. Natuurlijk, ik leg het accent op betaalbare. Vandaar dat men heeft besloten om eigenlijk in zee te gaan met Cuba. Hoe zal dit project er allemaal uitzien ten aanzien van de artsen? Nou, de bedoeling is dat er ongeveer 30 tot 40 artsen zullen overvliegen van Cuba. En het gaat niet alleen om artsen hoor. Het gaat ook om specialisten en zusters en broeders. Kortom, iedereen die eigenlijk laboranten die te maken heeft met de gezondheidszorg om hier te komen werken. Let wel, ze komen niet in september. In september wordt het gebouw sleutelklaar overhandigd aan de Surinaamse overheid. En de bedoeling is dat we het binnen een maand of binnen 3 maanden maximaal operationeel maken. Dus wanneer het gebouw er al staat en het infrastructuur rond het ziekenhuis er ook al staat, dan gaan we overstappen naar personeel. Okay. En als ze er zijn, is er een tijd aan gebonden dat ze een jaar of 2 blijven of 3 jaar? Ja, natuurlijk. Men gaat dus eerst een test draaien en dat gaat meestal 6 maanden tot een jaar duren om te kijken hoe de zaken lopen. Hoe zullen we doen met de taal? Natuurlijk, ik heb ook in Nikeri gewerkt in het ziekenhuis al daar, waar wij ook met zo'n project zijn gestart met de Cubaanse artsen. De bedoeling is dat de artsen misschien van Cuba komen, maar het personeel op zich is lokaal. En men gaat proberen om dus door het personeel eigenlijk die taalbarrière te overstappen, te overbruggen. En niet om wat, de Cubaanse artsen leren heel snel. Ik heb 2 artsen gehad in Nikeri en ze hebben 15 jaar gewerkt in Cuba. Ze waren maar een maand hier en ze hebben de taal al geleerd. Dus ze gaan zelf op les. Ze zijn heel, ze zijn enthousiast. En ze gaan er wel voor. Nu als de artsen er zijn, er gaat samengewerkt worden met artsen van hier, ook verplegend personeel van hier. Is er al gesproken over dit traject? Nou, er zijn officieel nog geen documenten ondertekend, maar er is wel al een informatiesessie gegeven. Ze hebben onderling al gesproken en dus nu is eigenlijk de volgende stap om een contract te gaan tekenen.